Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben een tijdje weg geweest of tenminste met het soort video's wat ik nu maak. Ik dacht ik ga een videootje maken waarin ik ga reageren op mijn oude video's en waarin ik gewoon even ga praten. Ik heb wel video's geüpload de laatste tijd, wat maar wel anders soort. Ik heb namelijk een parodie geüpload, of ja, een parodie. Nee, nee, het is geen parodie. Ik noem het een parodie, maar het is het eerste eigen nummer wat ik aan Lucas samen heb gemaakt, waaraan alles door ons twee is gemaakt. Dus dat is super cool. Maar verder, buiten dat, een nieuwe video. En ik heb ook mijn documentaire geüpload. Ik ben heel benieuwd of jullie hem hebben gezien. Er heeft echt super veel tijd in gezeten. En qua wat ik van anderen heb gehoord, is hij zeker het kijken waard. Ik ben er echt mega lang mee bezig geweest. Dus als jullie hem nog niet hebben gezien, de link staat in de beschrijving. Maar bij deze hebben jullie, zoals ik zie. Euh, 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 heb ik, zoals jullie zien. <laughs> Mijn oude kanaal voor me. Voor als jullie het niet weten. Veel zullen het niet weten. Ik heb ook een oud kanaal. Hiervoor heb ik trouwens ook nog een kanaal. Maar die video's zijn niet bekijkbaar. Ja, ze staan wel online. Maar het hapert zo erg. Daar, daar is nog niet naar te kijken. Maar zoals je hier ziet. Deze video is 21 november 2014 geüpload. Daarvoor heb ik ook nog op een ander kanaal geüpload. Ik doe inmiddels namelijk al meer dan 7 jaar YouTube. Holy glitter! En ik dacht, ik ga gewoon weer eens even, want dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. Naar mijn oude kanaal. En gewoon even weer cringe om mijn video's. Dus laten we dat maar gaan doen. Ja, die staat goed. Nou, laten we beginnen met kipsaté. Dit is, dit is gewoon de beste video ooit, kijk. En dan moet ik Kipsaté oh. voorop een feest. Of voorbij het bier. Oh, oh yeah. yeah. Nou, dat was een goede video, hè? Dat was de video. Ja. M meer heb ik er niet op toe te voegen. Dit, dit was gewoon de video. Ja. ja, ja extra toevoegingen heb ik eigenlijk niet. Kijk, en dan hebben we hier ook een legendarische video. Deze is meer als duizend keer bekeken. Steek oh. je hoofd eens uit het raam als je durft. Ja, dat is gewoon uh, een mooi videootje. En dan zit iemand een gasmaaier of zo hier in de buurt. Gewoon de hele tijd een ijzje lijpe gasmaier. Super hinderlijk. Ik denk dat jullie het niet horen. Want ik heb hier. Ja, kijk. Hallo. <laughs> ik heb tegenwoordig ook spelmicrofoons. Heb ik ook gekocht voor mijn docu toen. Maar die gebruik ik ook gewoon bij dit soort video's. Dus het geluid is als het goed is beter. Of ja, het geluid is ongeveer gelijk qua kwaliteit. Maar wel veel minder achtergrondgeluid, dus dat is ideaal. Maar ja, we gaan naar de volgende. Um, wat is een cringe video? We gaan gewoon alleen maar cringe video's kijken. Ik zie hier iets. Dit is echt heel cringe. I don't know waarom ik dit maakte. Wat er in mijn hoofd om ging dat ik dacht, oh, laat ik deze video maken. Het is echt heel beschamend. Laten we gaan kijken, want beschamende video's zijn leuk. Eigenlijk niet. Of ja, ze zijn leuk voor jullie, maar niet voor mij. Jullie kunnen lachen, ik cringe me om mezelf. Nou, laten we gaan kijken. Hallo, kijkers. Gekke intro. Deze intro had een vriend van mij toen destijds gemaakt. En die intro was ik heel blij mee. Alleen hij ging te snel voor mij. Dit was het originele. Hallo, kijkers. wat is het aan. Ja. En die jullie nu gaan zien, dat was mij bewerkt, want hij had dat dus gemaakt, maar ik had het een stukje vertraagd, omdat het te snel ging, vond ik. Pas is zet aan. Kijk, ik met mijn gekke Vakonov-shirt. Ik was vroeger echt die-hard Vakonov en... Dus ja, ik had altijd een Vaconoff shirt aan. Overal naartoe had ik mijn Vaconoff shirt aan. Dat is de eerste persoon waarvan ik merch heb gekocht, Vaconoff. Dus ja, super cool. Leuk feitje, dit, dit was de woonkamer waar ik nu zit. Ja, nu zit ik ook in de woonkamer, trouwens. Wel op een andere plaats. Maar nu zit ik ook in de woonkamer. Maar toen stond mijn computer nog in de woonkamer, die stond nog niet op de. Slaapcamera, nu heb ik een computer en een laptop, maar ik zit meestal op mijn laptop. Maar toen, toen zat ik altijd beneden, toen maakte ik al mijn video's nog beneden. En zoals je hier ziet, dit is een gek grote beeldbuis. Nou, dat hebben we nu gelukkig niet meer. Het dramatische is wel, we hebben echt pas sinds een paar jaar niet meer die beeldbuis. Het is echt, wij hebben zo lang een beeldbuis gehad, het is echt shocking. Maar ja, we hebben hem nu niet meer. Woehoe! Dus we gaan verder kijken. Wat doe ik hier? Zeg maar, wat ging er in mijn hoofd om? Toen ik dit lied tegenkwam en dacht, oh, laat ik deze video met dat lied maken. Wat ging er in mijn hoofd om? Iemand vertel het mij. Kijk dit. Het loopt ook niet gelijk ofzo. I don't know what the flipping heck dit is. Het is heel kritisch. Ja, genoeg gezien. <laughs> Prachtig. Fantastisch. Nou, dit is ook, uh, ja, dit is, dit is ook weer een hoogtepunt van mijn kanaal. De video heet niks. Welkom... Cool. ...bij... Iemand, vertel me wat er in mijn hoofd omging toen ik deze video maakte. Laten we de reacties kijken. Nul no reacties, nice. Oh ja, dit was ook zo'n dingetje bij mij. Ik was vroeger echt diehard en zo'n fan. En ik had een serie. En die serie was echt heel cringe. Maar ik ging dus allemaal, ja, allemaal reacties, screenshot-dinges maken. En dan maakte ik allemaal screenshots van zijn vlogs. En dan ging ik die screenshots ging ik in beeld zetten. En ja, het was gewoon cringe. En I don't know what er in mijn hoofd om ging dat ik dat maakte. Maar het is cringe. En de internet is traag. Nice. Oh, hij laat. Kijk, een of andere gekke. Ja. Kon hier ook geen geluid onder of zo. Like. Aanschouw de 25 gekste of leukste screenshots van de vlog van Enzo Kongel. Of nee, van de Enzo-vlog. Ik, ik kan het zelf niet lezen. Laten we het daarop houden. Nou. Duurt lang. Zoals dit nou heel veel garen. Oh, dit is een oude intro. Wow. Ik weet niet wat het allemaal is, maar. Ja, dit, dit deed ik in mijn leven vroeger. Ja, dit, dit was het, het video's wat ik maakte. En dan praten we over. Vijf en een half jaar geleden. Dit was 26 september 2015 heb ik dit geüpload. Nice. Ik stop. Dat is ook. Uh, de titel zegt al genoeg. Cliché YouTube video, gaan we niet kijken. Over twee weken, deze, ja, dit is, dit is content. Dit is echt, dit gaan we kijken, dit is echt content. Nice. Dames en heren, koeken en, en peren. peren. Over, Over twee, twee weken, weken is het, is het romgeroffel. romgeroffel, graag. graag. Twee. Weken. Weken verder. Later. Oh, later. Kan ook. Oh. Hoe heeft dit 6 likes? Hoe? En ik heb een reactie erop. Echt het slechtste wat ik ooit gehoord heb. Thanks. Nice. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Want het is echt een cringe video. Maar ja, al mijn video's van vroeger zijn cringe. Dus ja. Op een paar naar... Kijk, deze is niet cringe. Deze is gewoon... Ja, alleen dit eindscherm is dan weer cringe. Waarom moest dat? Dit is ook... Hier heb ik echt een uh, geweldige video. Keep Off heet die. Ik zat hier in een skilift en er stond zo Keep Off en ik ging het aanraken. Super uh, bad boy-achtig weet ik het hoe. Ik was echt stoer daar. Eigenlijk niet, maar ja. Oké, okay, we gaan kijken. Het moet niet erg warm bij jou, hè! Je moet alles aanraken waar je tegenkomt! Ah, nu heb ik het zelf ook gedaan. Ja, prachtig. Beste video ever. Het was op wintersport. En ja, mijn leven was compleet naar het maken van deze video. Geen idee wat er in mijn hoofd omging. Berry, als je dit ziet. Je hebt, je hebt heel veel jaar geleden ooit afgesproken dat we ooit een video samen zouden maken. Ik heb hoop op je. Als je dit ziet, je ziet het waarschijnlijk niet. Maar als je het ziet, wanneer gaan we een video samen maken? Waarschijnlijk ben je hem alweer vergeten. Maakt allemaal niet uit. We zouden nog een video samen maken. Dus ja, mijn leven is compleet. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik heb hem in tweeën gesplitst. Aangezien ik best wel lang had opgenomen langer dan ik in de gaten had. Dus ja, ik dacht: ik splits hem in tweeën. En dan komt er morgen om 12 uur deel 2 online. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben om die ook te gaan kijken. Als jullie het niet willen kijken, is dat ook allemaal helemaal goed. Want ja, sommige video's van mij zijn best wel saai. Ik geef het toe. Maar ja. Als jullie willen kijken, morgen 12 uur. En dan zou ik zeggen: vergeet niet te abonneren als jullie het willen. Als jullie het niet willen, hoeft het niet. Nou, doei!